BioBoost platform is opgezet vanuit het Interreg project BioBoost. Het Interreg project BioBoost is een samenwerking van drie regio's, te weten Greenport West-Holland, West-Vlaanderen en Lee Valley, net boven Londen. Aan het begin van dat project is onbekend dat er niet één vindplaats is voor alle mooie voorbeelden die er inmiddels zijn van het hergebruik van reststromen. Die vindplaats die wilden wij gaan maken, goed toegankelijk, en wij hebben ervoor gekozen om die op internet te zetten. Het is belangrijk dat we alle mooie voorbeelden die er zijn kunnen vinden om dingen concreet te maken. Er zijn hele mooie ideeën, programma's die een vergezicht laten zien. Alleen het gaat pas echt leven op het moment als we de voorbeelden zien. Bij wijze van spreken als we ze vast kunnen houden. Die voorbeelden die zijn er, maar we kennen ze nog onvoldoende. En dit platform biedt daar een oplossing, want die laat een overzicht zien van hele mooie voorbeelden van producten die gemaakt zijn uit reststromen. Het platform is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in meer informatie over wat er gedaan kan worden met reststromen. Tijdens het opnemen van dit filmpje hebben we 80 initiatieven op het platform staan inmiddels. Ik heb een aantal voorbeelden meegenomen om te laten zien wat er nu bijvoorbeeld op staat. Kartonnen bakjes, verpakking van tomatentrosjes waarin de stengels van tomaten verwerkt zijn. Of ook een hele mooie tulpenbollen die gebruikt worden om vodka te maken. Overgedroogde Hollandse tomaten. Het zijn tomaten die niet verkocht konden worden voor de versmarkt. Dus die zijn gedroogd en in olie opgeslagen en dat vormt een nieuw product. En tenslotte telers. Een thee met een antidiabeteswerking. Die is gemaakt voor een deel uit reststromen en voor een deel specifiek geteeld voor deze thee. Dit zijn concrete voorbeelden en zo staan er dus nog een heleboel andere op waar je op het platform kunt kijken. En kunt zien welke gewassen, zowel sierteelt als groenteteelt, allemaal voorbeelden hebben van nieuwe toepassingen uit reststromen. Het platform is in 2019 gelanceerd. Destijds was dat in het gemeentehuis van het Westland in Naaldwijk. En om ervoor te zorgen dat na de projectperiode van BioBoost het platform nog steeds toegankelijk is en beheerd wordt, is er met ingang van 2020 het beheer overgenomen door Greenport West-Holland en de Green Chemistry Campus samen. Zij zorgen er samen voor dat het platform ook na die projectperiode in leven blijft. Om de initiatieven te bekijken, klikt u op het menu Initiatieven. U kunt zoeken op woorden in de tekst, maar ook op de status van een initiatief, op het toepassingsgebied, de commerciële status, en soms is het selecteren van een gewas de makkelijkste manier. Selecteer bijvoorbeeld tomaat, om alles waarin tomaten verwerkt zijn in beeld te krijgen. Door te klikken op de korte beschrijving wordt de initiatiefpagina geopend en kunt u door de informatie gaan. Ook kunt u, indien u ingelogd bent, de tekst downloaden. Daarmee ontvangt u een PDF van dit initiatief. Naast het vinden van allerlei voorbeelden heeft het platform ook een documentenvindplaats. Hierop kunt u documenten vinden die meer details geven over onderzoek naar en ervaring met het gebruik van plantenstoffen, al dan niet uit reststromen. Ook hier kan door het klikken op de tekst het document geopend worden. Eventueel kunt u het document volledig weergeven en dan is er ook de mogelijkheid om, indien u bent ingelogd, het document te downloaden. Wilt u ook een initiatief op het gebied van biobased tuinbouw aanmelden? Dat is eenvoudig. Maak eerst een account aan. Ga naar de website bioboost-platform.com en kies voor registreren. Vul daar uw gegevens in, kies een gebruikersnaam en wachtwoord. Hierna kunt u inloggen en een initiatief aanmelden. Hoe? Kijk daarvoor op hoe het werkt voor een handleiding. Vul alle relevante informatie over uw initiatief in. Zoals gebruikte techniek en uiteraard het betreffende gewas. Als u helemaal compleet bent, worden uw gegevens gecontroleerd door de mensen achter het platform. Dit duurt enkele werkdagen. Is uw initiatief inderdaad compleet, dan zullen zij direct publiceren. Wilt u een document met verdiepende informatie toevoegen? Dat kan ook. Neem daarvoor contact op
via het e-mailadres dat op het platform is vermeld.